Sporthelden kennen we. Sporthelden inspireren. De Dikke Van Dalen noemt een held iemand die uitblinkt door moed. We hebben ook een Nederlands tijdschrift dat Helden heet. De subtitel: Bloed, zweet en trainen. Het zijn verhalen van succes en falen, van opofferingen, van risico's nemen, van winst en verlies. Het zijn verhalen waar we van smullen. Bij helden denken we vaak aan iets exclusiefs, dat je daarvoor iets bijzonders moet doen. In het sporten betekent dat dat je Nederlands kampioen wordt, of Europees of wereldkampioen. En natuurlijk het ultieme Olympisch kampioen. Dat is voor de happy few. Vaak voor anderen, maar niet voor mij. We denken daardoor dat niet iedereen held kan zijn. Dat het heldendom is weggelegd voor slechts enkele, voor de happy few. Ik wil je uitdagen om anders te denken over heldendom. Heldendom is niet iets exclusiefs. Het is niet iets voor anderen. Iedereen is gemaakt om held te zijn. Jij en ik. Het heldendom vraagt om eerlijk te zijn, strijdbaar en tegelijk kwetsbaar. Het vraagt om all-in te gaan, om risico's te nemen. Het vraagt ook, als je het hebt over een geloofsheld, om geloof te hebben. En is het goed om te weten wat geloof is. In Hebreeën 11 vers 1 staat: het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat duidt op een geestelijke wereld. Een wereld die inwerkt op de wereld waarin we leven, maar die we niet zien. Een geloofsheld beseft dat en leeft in het besef dat er een strijd is tussen goed en kwaad, die inwerkt op deze wereld. Dat betekent dat als je ziet dat er onrecht gebeurt, iets wat niet kan, dat je je mond open durft te trekken. In je gezin, op je sportvereniging, in het bedrijfsleven. Dat zijn de momenten waarop je held kan zijn. Dat zijn momenten waarbij je opstaat en doet wat er van je wordt gevraagd, zonder dat je bezig bent met de consequenties. Dan mag het je wat kosten. Ik wil je uitdagen en uitnodigen om te stoppen met na te denken over wat andere mensen van je vinden of wat het je kan kosten als je je mond open doet. Een geloofsheld is niet bang om onrecht aan te spreken. Is niet bang voor zijn eigen hachje. Een geloofsheld bemoedigt anderen, komt op voor de zwakken en kiest voor het goede.